Je ziet echt helemaal niets meer. Bijna elke dag gaan de zussen Maro en Manuela erop uit. Het is hier prachtig. Bij recreatieplas La Grave zoeken ze naar dode en doodzieke konijnen. Maar nu is er geen één meer te bekennen. Ze zijn allemaal weg. Een handje vol, denk ik. Het tros van de populatie is al uitgestorven. Nou, de jager komt dan regelmatig om de laatste zieke dieren af te schieten. En die neemt dan ook de kadavers mee die hij zelf schiet. Maro en Manuela hebben de afgelopen weken al heel wat dode en halfdode konijnen meegenomen in hun reismand. 24 levende, dat heb ik bijgehouden, ook met oog op de kosten, ja. Eventueel. En ruim 30 doden. De dieren die nog niet uit zichzelf overleden waren, brachten de zussen naar deze dierenartsenpraktijk in Lunetten. 5 uur is goed. De dierenarts verloste ze uit hun lijden, want de konijnen waren niet meer te redden. Ja, halfdode konijnen eigenlijk, die hele erg ontstoken oogjes hadden. Heel veel snot uit de oogjes produceerden en heel benauwd. Ze hadden ook allemaal longontstekingen, ze waren eigenlijk allemaal sterk vermagerd en ja, op het randje naar dood eigenlijk. Die moesten wel een spuitje geven. De konijnenziekte heerst op veel plekken in en om Utrecht en kan ook tamme konijnen treffen. Het is een virus, myxomatose, en die wordt verspreid door stekende beestjes, stekende parasieten. Vlooien of muggen of vliegen, die verspreiden vooral de ziekte. Dus als je konijn lekker buiten zit in een hok, dan moet hij gewoon echt goed gevaccineerd zijn. En zeker nu in Utrecht, want rondom Utrecht zijn overal uitbraken. Maro en Manuela hopen dat meer mensen hun voorbeeld volgen en zorgen voor zieke konijnen in hun omgeving. Als daar een ziekte is, meer mensen mobiliseren en zieke dieren afvoeren en de kadavers weghalen.